Goedenavond, welkom bij 1 al maandag. Met vanavond 2 afzonderlijke ongevallen in Musselkanaal. De buurtroman Lily Snoek ligt sinds vrijdag in de winkels en pijnlijke nederlaag SJS in Hollandse Veld. Aan de A-weg in Musselkanaal is afgelopen donderdag een auto te water geraakt. Volgens buurtbewoners kwam de auto uit de Nijverheidslaan rijden. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen, waaronder Stadskanaal, Finsterwolde en het waterongevallenteam uit Emmen. Ook de ambulance en politie kwamen ter plaatse. Het is niet duidelijk waardoor de auto te water is geraakt. Een inzittende is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zaterdagochtend raakte wederom een auto van de weg. Deze keer vond er een aanrijding plaats tussen een auto en een overstekend hert. Dat gebeurde aan de Zuiderkanaalweg en Musselkanaal. De auto is door het uitwijken tevens over de kop geslagen. De ambulance heeft de bestuurder ter plekke onderzocht, maar deze hoefde niet mee. De hond die bij de bestuurder in de auto zat, bleef ongedeerd. Zaterdagochtend raakte een dier in de problemen bij Stationspark en Veendam. De brandweer van Veendam ging daarop ter plaatse. Daar aangekomen bleek een meerkoet vast te zitten in visdraad. Brandweermannen met een waadpak schoten te hulp en hebben het dier bevrijd van de draad. De debuutroman, genaamd Heimwee naar een ander verleden, van de Veendammer Lily Snoek ligt vanaf afgelopen vrijdag in de winkels. Lily is enthousiast over de uitkomst van haar eerste roman. Veendamster Lily Snoek presenteert vandaag haar debuutroman genaamd Heimwee naar een ander verleden. In het boek volgt de lezer de zoektocht van Jacqueline naar geluk en naar zichzelf. Lily is erg enthousiast over haar eerste roman die in de winkel zal liggen. Ik ben super trots en super gelukkig dat een heel lange geschiedenis van verhalen, dat die nu eigenlijk samenvallen in het boek wat ik geschreven heb. De kern van het verhaal is volgens Lily de kwetsbaarheid van onze samenleving. Hoe doe je als je het succesverhaal niet bent, als je het succesverhaal niet hebt, hoe sta je dan in het leven? Ik denk dat daar de meeste mensen van zijn, die achter de gordijnen een heel ander verhaal hebben dan waar we mee naar buiten treden. Er zullen ook heel veel mensen zijn die niet naar buiten treden, om die reden dat ze denken, ja, maar ik heb geen succesverhaal. Hoe gaat het? Goed. Misschien gaat het wel niet goed. En die mensen, die soort mensen, daar zijn de meeste van. En die mensen hebben mijn hart. En daar gaat mijn hart naar uit. We kunnen nog veel verwachten van Lily Snoek. Ik ervaar het schrijven filmisch. Ik zie dingen vormen en probeer ze in woorden te gieten. Ik zie het vormen en ik mis misschien wel beeld en geluid dan op dat moment. Maar ik probeer het dan in taal te doen. Want hoe dan ook, het boek kan ook een script zijn van een film. Dan moet het nog aan geschaafd. Maar ik denk eigenlijk in beelden. Ik zie Jacqueline vormen. En ik ben inderdaad niet klaar met schrijven. Dus wij kunnen volgend jaar nog een boek verwachten? Ik hoop het, wat mij betreft. Ik heb veel zin om verder te gaan. Er is heel veel materiaal wat gehoord wil worden. Het boek is te koop via info@inboekvorm.nl. Een inwoner van Stadskanaal die zijn woning in Onstwedde verkocht vanwege de motocross-hobby van zijn buren, heeft van de koper van zijn huis een schadeclaim aan zijn broek gekregen van 25.000 euro. De overlast van crossmotoren was rondom de koop even gestopt. Toen de koop van het huis eenmaal rond was, was het motorgeluid opnieuw niet van de lucht, vertelde de verkoper vrijdag bij de Raad van State. Daar voert hij een rechtszaak tegen de gemeente Stadskanaal. De uitspraak volgt later. De 23-jarige verpleegkundige Bionda Roelofs uit Nieuw-Buinen heeft zondagavond in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht 26.000 euro gewonnen. Dit bedrag won ze in de halve finale, waar ze besloot op de rode knop te drukken. Om de finale te halen had ze een rekensom moeten winnen en vanwege de angst voor een blackout besloot ze met dit mooie bedrag naar huis te gaan. In de omgeving van Drouwen en Borger zal deze zomer in Tunesië weer mensen gaan verrassen met bijzondere kunstwerken. Een opvallend project bij de LOFAR-telescoop in Exlo is alvast begonnen met de voorbereidingen. Stel je voor, je zou een boodschap naar de ruimte kunnen sturen. Wat zou jij dan willen zeggen? Deze kunstenaars weten daar wel raad mee. So you're actually standing at the beating heart of the largest telescope in the world to look at the universe in the very lowest radio frequency. So you see these black canvases on the top
of the arrays. That's there to protect them. But that is completely invisible to the light that, or the radio waves that are coming down. So we can put layers like this on top of it and we can still see the universe. And so we have this opportunity to make work on it, and that will be some kind of like message to the universe. Or a message that we can make of it that can be seen from above. De 12 bouwwerken van de LOVAR-telescoop zullen dus naast hun wetenschappelijke functie ook een boodschap met zich meedragen. So what art often does is it gives us the opportunity on an everyday level to consider these things. And what it might mean to be a very small planet in a very massive universe. So I think the sense of maybe sending something to something else that might be there or not might tell us something about ourselves. Het kunstwerk wordt gemaakt van witte vinyltape, want dat brengt geen schade aan de natuur en het heeft nog een voordeel. The telescope already has the black over it, and so white's the most contrasty on it. So hopefully you can see it from quite far above. En wat je dan hier kan zien? You'll have to wait and find out. Dempsey weet wel wat ze zou sturen. Ah, we're here. Every time I look up in the night sky, I try and catch light from the stars, because that light might have bounced off some strange individual out there, and I'm the only person seeing that right now. I love the idea that as we collect all these stories from space, we are now going to send one of our own all the way back. Is there even a little chance that this message could be seen from above, something in the universe? Well, if you were going to send a message to life out there, you would send it with radio waves. So, this is the place to be. Raadslid Johan Nijmeijer uit Borger is afgelopen woensdagavond aan een hartstilstand overleden. Nijmeijer zat sinds 2014 in de raad voor de lokale partij gemeentebelangen Borger-Odoorn. De eigenaar van Taxi Borger laat een vrouw, kinderen en kleinkinderen achter. Johan Nijmeijer is 53 jaar geworden. Het Refaya ziekenhuis in Stadskanaal gaat meedoen aan de landelijke stakingsdag van de ziekenhuismedewerkers op 16 maart. Op die donderdag leggen ziekenhuismedewerkers in 64 Nederlandse ziekenhuizen het werk neer. Het ziekenhuispersoneel staakt om een betere cao af te dwingen. De vakbonden willen dat de lonen dit jaar met 10% en nog eens €100 bruto per maand omhoog gaan. Verder willen de bonden onder meer betere afspraken over werktijden en roosters. De christelijke boekenwinkel in Veendam gaat eind dit jaar sluiten, tenzij er een opvolger wordt gevonden. Eigenaresse Hillian Moes zou het heel pijnlijk vinden als ze aan het einde van het jaar zou moeten sluiten zonder dat iemand het van haar overneemt. Het is een lange zoektocht voor mezelf geweest om te kijken van nou, welke keuzes ik moet maken. Ik moet keuzes maken, ik heb te veel ballen in de lucht en dat is niet goed voor mij persoonlijk, niet goed voor mijn gezin. Dus dat is eigenlijk uiteindelijk de keuze is gevallen door de winkel hopelijk over te dragen aan iemand anders. Dat is het doel. Kun je beschrijven in wat voor winkel we nu eigenlijk staan? Het is een christelijke boekhandel die zich daar echt in gespecialiseerd heeft. Ik ben zelf ook christen, dus ik hoor er ook al wat van af te weten. Voor de rest hebben we ook de cadeauartikelen erbij genomen, zeg maar. Dat vinden we zelf mooi. Dat is wel een beetje de vrouwelijke tuts die ik aan de winkel heb gegeven. De cadeauartikelen zijn veel fair trade artikelen of door mensen gemaakt met afstand tot de arbeidsmarkt of ecologische kaarten. We proberen er echt over na te denken dat het een verantwoorde winkel is. Kind aan huis hier? Ja, echt wel. Voor een leuk cadeautje moet je hier zijn. Ja. En nou stoppen ze ermee? Ja, mag niet. Het zou dus een gemis zijn voor Veendam. Vind ik wel. Er is al zo weinig in Veendam. Het is allemaal al weg. Vroeger had je nog de Waal. Die had ook van die mooie cadeauartikelen. En nu heb je helemaal niks meer. Alleen hier dus nog. Dus ja, voor wat leuks ga ik hierheen. Naar wat voor soort iemand ben je op zoek? Iemand die het met liefde doet, met passie. Ik denk iemand die voelt van ik wil dat doen, nou die is er geschikt voor. Ik heb niet een man of een vrouw, hè? Ik zeg wel eens misschien twee vriendinnen, dat maakt allemaal niet uit, maar het moet echt met liefde gebeuren.
Met dat vind je echt belangrijk. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Mijn hart en ziel ligt erin. En ik denk dat er ook wel iemand anders is. En die roep ik nu op. Kom maar langs. Het Veenkoloniaal Museum in Veendam ontving afgelopen vrijdag een olieverfschilderij en een houtkooltekening van Doris Rovers. Beide werken vormen een mooie aanvulling op de collectie. Het blijkt niet eenvoudig om werken van Rovers bijeen te sprokkelen, want veel van zijn werk is in Frankrijk verkocht en de naam Rovers geraakte in de vergetelheid, mede omdat hij vaak signeerde met zijn voornaam. Het Veenkoloniaal Museum bezit inmiddels diverse werken van Rovers. SJS zakte zaterdagmiddag ver door de ondergrens en leek zich niet te beseffen dat er geen cadeautjes worden weggegeven in de derde klasse D. Het hield open huis achterin en legde de nummer laatst Hollandse Veld geen strobreed in de weg. Maar liefst 9 keer kon doelman De Jonge de bal uit zijn doel vissen en dan mag de ploeg zich in zijn geheel aanrekenen. Na 23 minuten ging SJS nog comfortabel aan de leiding met 0-3, maar vanaf dat moment ging het helemaal mis en eindigde de wedstrijd in een pijnlijke 9-5 nederlaag. Voor Anne van Lid bestaat er geen ander leven dan zich ontfermen over dieren die zijn verwaarloosd, mishandeld en afgedankt. Deze vrijdag bestaat haar stichting Dierenpyramide in Stadskanaal precies 30 jaar. Kun je überhaupt een leven zonder dieren voorstellen? Absoluut niet. Nee, wil ik niet. Kan ik niet. Wat doe jij al 30 jaar lang? Dieren die er heel slecht aan toe zijn, opvangen, gedragsmatig heel erg mishandeld zijn, soms ook hele grote gezondheidsproblemen hebben, opvangen en, ja, en ze dan weer lekker zorgen dat ze lekker in hun vel komen te zitten. Waar komt die drive van jou vandaan om dit te doen? Uit mijn hart. Ik was 3 jaar oud en toen heb ik mijn eerste nestje poesjes gered van de verdrinkingsdood. Er was een buurman van me en ik heb die kat naar binnen gelokt bij ons thuis. En die katjes die hebben het dus overleefd. En ik heb ze in de kasten verborgen. Ook mijn ouders wisten het niet en daar heb ik ze verzorgd. Ja. Sindsdien draait mijn leven voor een heel groot gedeelte om wat ik met dieren kan doen en wat ik ze kan geven en wil geven. Hoeveel procent van je leven staat in het teken van de dieren? 90%, ja. Ik had een zangcarrière als klassiek zangeres en dat is ook misgelopen omdat ik mijn dieren niet kon missen. Dus, want ik ging regelmatig naar het buitenland. En ja, dan was ik zo gelukkig als ik weer naar huis kon. Als ik een afspraak heb en ik heb een doodzieke kat, dan gaat die doodzieke kat voor. Dat weet ook iedereen waar ik mee te maken heb en dat wordt ook gerespecteerd, toch? Rhetorische vraag dit, maar hoe lang blijf je hier nog mee doorgaan? Totdat ik er dood ben neerval. En dan gaan we nu kijken naar het weer voor deze week. Morgen is er veel bewolking. In de middag valt er vanuit het zuiden soms wat regen, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt een graad of 5 met een meest matige noordwestenwind. In de avond en nacht is er nog een kans op een bui mogelijk met sneeuw of een hagelbui, bij temperaturen rond de min 2 graden. Woensdag blijft het droog met zon en toenemende bewolking. Met een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind wordt het 5 graden. In de avond en nacht volgen vanuit het noorden opklaringen, en de minimumtemperatuur is wederom rond de min 2 graden. Na woensdag volgen enkele wisselvallige dagen met kans op winterse neerslag en temperaturen rond de 5 à 6 graden. Dit was 1 op maandag voor vandaag. Check voor meer nieuws onze website rtv1.nl. Heeft u zelf nieuws? Stuur dan een berichtje naar redactie@rtv1.nl. Vrijdag zijn we weer met 1 op vrijdag en aanstaande maandag weer met 1 op maandag. Voor nu nog een hele fijne avond.